Op de paar jaar worden de golfregels aangepast. Meestal zijn dit kleine aanpassingen, maar de aanstaande wijziging belooft een forse te worden. De eerste golfregels passen nog op 1 A4'tje, maar tegenwoordig moet je honderden pagina's lezen, wil je alle regels en uitzonderingen tot je nemen. Gevolg? Golfers snappen de regels niet meer, of het nu amateurs zijn of professionals. Eenvoudige regels lijken dan ook onontkoombaar. Officieel is het nog niet, maar er zijn al enkele regels opgedoken die waarschijnlijk op de helling gaan. Zo gaan er sterke geruchten dat je straks nog maar 3 minuten naar je bal mag zoeken in plaats van de huidige 5. Spikemarks op de green mogen wellicht gerepareerd gaan worden. Droppen hoeft niet meer vanaf schouderhoogte. De regels voor het nemen van relief staan ter discussie. En daar waar mogelijk worden waterhindernissen rood. De regels zijn door de jaren heen te lang en te technisch geworden, zei de president van de USGA daar recent over. En met dit project hopen we ze weer wat begrijpelijker te maken en het plezier in de sport te vergroten. Maar wat er ook verandert, één ding verandert er sowieso niet. Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what's fair. But to do what's fair, you need to know the rules of golf.